Hoi hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op natasjaonline.nl. Vorige keer is het eetdagboek super goed ontvangen en ik dacht, tijd voor een nieuwe met nieuwe gerechten, nieuwe dingetjes erin. Nou, hoe, wat, waar en wanneer gaan jullie zien in deze video. Dus doe alvast een blauw duimpje omhoog als je er zin in hebt en ben je nog niet geabonneerd op dit kanaal, dan hoop ik dat je op de abonneerknop wilt drukken. Dat zou ik heel erg op prijs stellen. Superleuk, welkom bij de club dan en laten we gewoon lekker snel beginnen. Een hele goede morgen. Ik neem jullie vandaag dus mee en we gaan beginnen met het ontbijt. Al is het 10 uur geweest, het is 10:30, maar we hebben lekker uitgeslapen. Ik ga deze ochtend beginnen met een wrap. Die wraps die smeren altijd zo makkelijk. Het is middag, we gaan even lunchen. Ik ga een salade maken, daar had ik heel veel zin in. En... ja, een salade maken. En voor Isabel, die krijgt gewoon een boterham. En Roy wil ook gewoon een boterham. Ik neem jullie in ieder geval mee hoe ik mijn salade ga maken vandaag. Super dit jongens, ik ben bezig met filmen, is mijn keukenkaartje vol en is mijn batterij leeg. Echt dubbel op. Dus ik weet niet precies waar ik ben gebleven. Het is echt een failure, het is echt een groot failure. Nou goed, we gaan gewoon verder. Ik denk dat ik bij de tomaatjes gebleven ben. Zeg Isabel, wat gaat mama maken? Smoothie. Ja, we gaan lekker smoothie eten, hè? Ja. Lekker. Ja. Is hij lekker? Ja. Doe maar nog een keer drinken. Mama. Moet mama ook drinken? Ja. Mmm. Ik ga een pokeball eten, maar niet per se deze van de Jumbo, maar hier heeft Roy wel de inspiratie vandaan. We doen geen zalm, maar daar hebben we serini sticks voor in de plaats. Het scheelt namelijk echt enorm veel in geld. En we laten waarschijnlijk de mango eruit. En de pokeball gaan we dus nog zelf vullen. Dus hier staat op tafel, dus we hebben sushi rijst, surimi, komkommer, wortels, geen gewone ui, hoe heet het ui? Hoe heet zo'n ui ook weer? Oh ja, shallotje. En rode paprika en avocado. En dit was mijn eetdagboek van vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Ik ben ook heel erg benieuwd of jullie tips van mij hebben. Van oh, dit en dit is ook heel erg lekker, bijvoorbeeld op zo'n wrap. Laat me dat hieronder bij de reacties even weten. En ik ben ook heel erg benieuwd of jullie nog vaker van dit soort video's willen zien. Misschien met wat langere tijd ertussen. Of als je andere ideeën hebt. Ook goed, let me know in de comments.
En doe een blauw duimpje omhoog als je dat niet had gedaan. Ben je nog niet geabonneerd? Ik zou het echt heel erg waarderen als je je even abonneert. En dan hoop ik je natuurlijk bij de volgende weekvlog of video weer te zien. Houdoe!